Het Sint-Jozef-koor uit Bocholtz, een heel bijzonder koor, want ze bestaan precies 150 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. En dat doen ze hierachter in de sporthal van Bocholtz. Vrijdagavond 23 oktober stond de Grand Bel Canto op het programma van het jubileumfeest. Onder leiding van het Kerkraad Symfonieorkest en de vocalisten van Vocaal Totaal werden de bekende stukken opgevoerd, zoals Der Zigeunerbaron van Strauss en Carmen van Bizet. Ja, een Grand Bel Canto, Bela Mavrak, Laura Engel, wat vindt u er tot nu toe van? Is het goed? Klinkt het goed voor uw gevoel? Dat is boven verwachting. En vanwege de akoestiek in de gymnastiekzaal. Geweldig. De wereldberoemde gastsolisten van deze show, Bela Mavrak en Laura Engel, maakten de avond compleet. Hij heeft dus net hier opgetreden in een vrij intieme setting in Bocholtz. Hoe was dat? Ja, is heel gaaf. Ja, heel mooi. En het is zo leuk om zoveel mensen uit de omgeving te zien. Het is echt bijna, ik zei het net al tegen iemand, het is bijna zingen voor een familie. En dat is gewoon heel erg leuk, ja. Want een van die mensen uit die familie is Ruud Merks, een bekende van jou. Ja, is een hele goede vriend, een hele dierbare vriend. Goede componist, goede muzikant, goede arrangeur, ja. En voor de rest, ja, hij heeft dit mede georganiseerd, dus ja, chapeau. Ja, dan moet er natuurlijk feest gevierd worden. Ruud komt dan naar jou toe en zegt, luister Laura, ik wil dat jij voor een oergezellig dorp in het zuiden van Limburg gaat zingen. Ging het zo ongeveer?
Hij zei, ja, zo ongeveer, ja. Lau, ik zou het heel leuk vinden als je meedoet, want het is ook heel dicht bij zijn hart. Natuurlijk omdat zijn vader hier veel mee bezig was en veel energie in stak. En dat vond ik alleen maar helemaal heel lief dat hij aan me dacht en dat hij mij daar wilde hebben, ja. Voor Laura voelde het dus heel vertrouwd. Zeker omdat ze met haar collega Bela Mavrak optrad. Bela, ik wilde je eerst maar bedanken voor je performance hier. Dat was richtig, richtig, richtig goed. Dankjewel, dankjewel. Ik ben zeer froh dat ik een beetje hier ook in Holland zingen kan ohne André Rieu. Natuurlijk, ik genieße mijn arbeid met André Rieu. We hebben 100 concerten ungefähr im Jahr. Aber hier und her, wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann machen wir so kleine Konzerte wie heute Abend gewesen ist. Und das macht mir besonders Freude, dass ich allein auch singen kann, nicht immer als drei Tenöre und so. Und das hat mir sehr Spaß gemacht heute Abend hier in Buchholz. Weil bei Rieu spielst du für vielleicht tausende Leute und jetzt für einzige hunderte Leute. Das ist viel gemütlicher, denke ich. Naja, ich hab gehört schon 700, 800 Leute hier und das für Buchholz ist das schon eine Sensation, glaube ich. Also das ist schon viel. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat hier. Aber natürlich, für André singen wir für Zehntausende und manchmal 30.000, 40.000 Leute oder Millionen für den Fernseher. Aber das ist eben so ein Gegenteil. Das ist mehr ein bisschen so privat, intim. Kann man richtig genießen und kann man richtig mit Leuten auch kokettieren, in Augen gucken und so. Das ist so mehr bescheiden, aber mehr intim und mehr herzlich. In großen Hallen kann man nur die erste Paarreihe sehen und hier kann man etwas mehr. Und merkst du das auch? Weil ich habe gerade mit Laura gesprochen und die hat gesagt, sie war doch ein bisschen mehr nervös wie sonst, wenn sie mit Rieu zum Beispiel performt. Hast du das auch? Nee, nicht unbedingt, weil ich früher auch sehr, also ich bin etwas älter als Laura und ich habe schon 20 Jahre Karriere hinter mir und ich habe viele Operhauptrollen gesungen und viele Oratorien und auch solche Konzerte wie das. Aber nicht, dass ich nicht nervös bin. Man muss immer ein bisschen eine Verantwortung haben und das bringt dann diese Präzision oder das sieht man die volle Konzentration. Dafür brauchen wir ein bisschen nervös sein, aber das nicht, darf nicht dominieren und das hat mir bei heute auch nicht dominiert. Diese Abend mit klassischer Musik war für Jung und Alt eine mooie Belevenis. De grote vraag is alleen hoe Kerkhoren de aanwas van nieuwe jonge leden gaan aanpakken. Ja, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich finde heute, Religion wird etwas lockerer und das ist auch gut, dass man ein bisschen Innovationen reinbringt. Was man sieht heute auch, was passiert in der Kirche auch, das ist sehr positiv. Man muss auch zum jungen Generation gehen und sehen, was die junge Generation gern macht, machen will und das unterstützen auch von der Kirche und umgekehrt. Auch die jungen Leute müssten auch zur Kirche doch halten irgendwie und nicht weggehen. Und das, dann muss man so einen Kompromiss machen, auch die Kirche ein bisschen nachlassen und sagen, okay, neben Ave Maria können wir auch vielleicht eine andere, vielleicht leichte Musik auch aufführen, nicht extravagant oder so, aber was noch schön ist und schön ist für Ohren zu hören. Ja, die Kirche ist misschien klingt heel oudbollig, maar ja, auch die Kirche geht in der Zeit mee, denke ich. Und ja, es macht nicht aus, welche Worte du singst, als je aan het zingen bent, dat brengt je gewoon samen. En zeker als je die mooie harmonieën en klanken hoort, ja, daar word ik gewoon helemaal vrolijk van. En zingen, dat bindt gewoon. Dus. En bij een jubileum hoort natuurlijk ook jubileumwijn. En een van die mensen die wijn in leven heeft geroepen is Frits van Hommerich. Frits, hoe kom je op het idee om wijn aan een jubileum te koppelen? Ja, wijn aan een jubileum koppelen. Je weet, ik zit in de PR en sponsorcommissie. En wij dachten een jaar geleden, om dat feest goed tussen de oortjes te brengen, was het heel leuk en ook passend bij zo'n zangkoor om daar een jubileum bij te pakken. Nou, dan denk je een jubileum bij, maar dan moet je ook etiketten hebben. Dus we hebben het gewoon compleet gemaakt. We hebben een jubileum met een eigen etiket gemaakt, 150 jaar zangkoor Bochels. We hebben daar wijnproeven voor gedaan bij een zeer gerenommeerde wijnboer. En dan zijn we tot de conclusie gekomen dat we gewoon een kwaliteitswijn een jaar lang onder de mensen moeten brengen. Dus in Bochels, Simpevel, omstreken, eigen leden. Ja, en er is heel succesvol verlopen. De bedoeling was dat ze dan in de huiskamers over het feest praten. Binnen dat zangkoor zitten heel veel wijnkenners. Er zitten drie mensen bij, dat zijn bijna vinologen. Die hebben we meegenomen naar een gerenommeerde wijnhuis. Daar hebben we ons laten adviseren. We zijn dus neutraal gaan wijnproeven. En de rode en de witte is daardoor uit voortgekomen.
En die hebben het dus op de markt gebracht, de markt intern. En omdat het zo succesvol is, hebben we de roséwijn gezegd, weet je wat, we gaan weer naar die wijnboer. We gaan in de zomerdag, lekker weer, gaan we een terraswijn erbij pakken. Nou, op die manier is het allemaal gekomen. En welke vind je zelf het lekkerst? Ik ben eigenlijk een rode wijndrinker, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem ook hier in handen. De rosé vind ik de topper. Ja, en die 150 jaar Sint-Josef-Koor en Bocholt, ja, die moeten natuurlijk ook bewaard zijn gebleven. En Wim Possen heeft zich daar onder andere mee bezig gehouden. Hij heeft namelijk een heel mooi boek geschreven voor en over het koor. Wim, hoe ben je op dat idee gekomen om dat überhaupt te gaan doen? Want dat lijkt me toch heel moeilijk, 150 jaar bij elkaar te sprokkelen. Ja, moeilijk. Je doet het. Ik heb de onhebbelijkheid om alles op te schrijven wat ik hoor en zie. Dus ik had een hele waslijst aan dingen over het koor. Ik ben vanaf 1983 secretaris geweest. Ik heb dus bijna alles bewaard, met bijna tussen haakjes. Vandaar dat ik een heleboel wist van de moderne tijd van het koor. Van 1865 tot plus minus na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan ben je natuurlijk afhankelijk van archieven, oude boeken, oude geschriften, oude notulen die nog her en der verspreid waren. Oude kastboeken heb ik in de oorbuit gehaald. Maar ja, zo ben ik tot het verhaal gekomen. 150 jaar, kerkelijk Sanko, Sint-Josef, Bocholt. En dat verhaal, dat lijkt me, dat verhaal, dat heeft natuurlijk mooie kanten, maar heeft ook minder mooie kanten. Ja. Het koor heeft goede en slechte tijden. Hoe heb jij dat zeg maar teruggevonden in die 150 jaar? Ja, teruggevonden. Je merkt het, je ziet het aan de notulen bijvoorbeeld. Eind van de 19e eeuw was er zo'n dip bijvoorbeeld. Toen werd een tweede mannenkoor in Bocholt opgericht. Ik weet niet hoeveel mensen dat er precies in Bocholt woonden. Maar daar twee verenigingen, zangverenigingen, één kerkelijk en één niet kerkelijk, dus wereldelijk. Er zal wel gekibbeld zijn en die wereldlijke die zal wel ontstaan zijn uit het kerkelijk zangkoor. Want de naam van de eerste president van het wereldlijk koor, die komt ook in de annalen voor van ons koor. Dus wij vermoeden dat er een hoop gekibbel is geweest. Maar dat is altijd een Bocholt. Je hebt dan zeg maar archiefmateriaal, hè? Ja. Heb jij zeg maar gereconstrueerd, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja. Tot hoever terug dateert jouw database, om het zo maar te noemen? Nou, mijn database, ik heb een kastboek van rond 1910, bijvoorbeeld. Of nog eerder, er werd en in Nederlandse guldens genoteerd en in Duitse marken. Ene gulden was toen der tijd 15 mark. Haast onvoorstelbaar in deze tijd, maar zo was het wel. Dat moet dus een hele pintere man zijn geweest. En qua notulen hebben wij het eerste notulenboek. Dat gaat vanaf 1923. Toen werd er nota bene op eerste kerstdag 1923 staan notulen. Dus die hebben toen vergaderd. Eerste kerstdag 1923. Onvoorstelbaar tegenwoordig. Je hebt er 5 jaar heb jij zeg maar dit boek geschreven. Ja, ja, ja. Was dat zeg maar een beetje getimed dat je het per se voor dat 150 jaar bestaande jubileum af wilde hebben? Ja. Dat was zo. En ik heb dus van onze gouverneur, de heer Theo Bovens, die heeft het voorwoord erin geschreven. Hij was zo enthousiast erover dat hij spontaan bijna het voorwoord erin schreef. En dat was wel iets heel speciaals, moet ik zeggen. Maar ik heb er naar gestreefd om voor ons jubileum dat boek klaar te hebben. En het is gelukt ook nog.